De galatenues van de kadetten zijn mooi, maar te duur, vinden ze bij Defensie. Het gevolg is dat er nu nog maar 50 outfits zijn voor bijna 700 studenten. Niet voor iedereen meer, nee, nog maar een paar. En daarmee dreigt het einde van een lange traditie in zicht. Het is wel jammer, het is een stukje, ja, het is een heel mooi tenue. En het is toch naar buiten toe een mooie uitstraling die je hebt. We hebben wel andere mooie tenues, maar ja, deze is extra feestelijk. De kadetten zijn daarom begonnen met een inzamelingsactie onder oud-KMA-studenten. En mensen die hem in de kast hebben hangen, die er toch niks meer mee doen, ja, die hebben er weinig aan. Dus vandaar de oproep. En anders kunnen de kadetten altijd nog langs bij Kees. Breng er maar 100. Want waar handel is, daar is Kees. Ik verkoop wel wat. Ja. Een galapak is nou niet echt het meest voor de hand liggende kledingstuk om voor ons aan te komen. Maar het gebeurt wel eens, zeker wel. Ja hoor. Oké, zullen ze gaan verkopen? Ja, ik denk toch, we proberen het echt eerst zo. Dat lijkt me de beste optie. Want de kadetten moeten het misschien binnenkort ook nog eens stellen zonder salaris. De minister wil ze voortaan alleen nog maar zakgeld geven. Ja, dan kunnen ze de pasvertaling niet kopen. Oh, dus er is altijd wel een mouw aan te passen. Altijd, altijd. De studenten weten Kees immers nu ook al regelmatig te vinden voor allerhande militaire gadgets. Galatenues uitgezonderd, want die hopen ze zoveel mogelijk te krijgen met hun eigen inzamelingsactie. Het begint aardig binnen te druppelen, maar we hopen dat met deze oproep via de tv dat het nog steeds meer gaat worden. Maar we hebben een idee dat het een groot succes is. Ah, Kees, geef 8. Nee, misschien, dat doe ik niet. Dat doe ik echt niet. Maar